Yes, Tarik. Leuk je weer te zien in Leven de Lijven. Ja, man. We hebben net een hele intense training meegemaakt. En hoe herstel je van zoiets? Ik keek daarna en ik was zo moe. Ja, herstellen. Het is gewoon de motivatie die trainer eigenlijk je hoek geeft. Van bijvoorbeeld blijf boven de 2000. Als je nu zak, heb je je partij opgegeven, heb je eigenlijk verloren. En dat gaat je aan het denken zetten. En dan weet je eigenlijk dat dit ook gebeurt in de ring. Dus dan kan je het niet opgeven. Als je nu gaat opgeven, doe je het ook in de ring. En dat is gewoon doodgaan. Je weet dat er ooit een einde aankomt, dus je moet wel. Ja. Ja, precies. Je krijgt ook dezelfde hersteltijd, zeg maar, die je normaal tussen de rondes ook krijgt. Is dat, zeg maar, ook een mentale voorbereiding? Net als een lichamelijke voorbereiding voor een partij? Nou, het was niet herstel net zoals je een partij krijgt. Het was 30 seconden herstel. Dus, ongeveer. Ja, dus, ja. Dus de herstelronden zijn iets korter. De laatste 2 weken, 1,5 week gaan we wel naar 1 minuut. Dus ja, je probeert je wel echt mentaal op voor te bereiden. Als je denkt, ja, als ik hier in 30 seconden kan herstellen, duurt gewoon 1 minuut heel lang. Want dat is gewoon mentale vlakte. En daar probeer je echt op te letten. Ja, afgelopen tijd voor jou echt een rollercoaster geweest qua partijen. Het ging van tegenstanders switchen, het ging alle kanten op. Nu krijg je de kans om voor de titel te vechten. Hoe voelt dat om zeg maar, na die hele rollercoaster een titel in zicht te hebben? Weet wat het is, sommige dingen lopen gewoon anders in het leven. Had dat gewoon zo moeten gebeuren. En ik geloof in Allah en God, wat voor jou opgeschreven is, staat gewoon voor je opgeschreven. Dus je kan naar links, rechts gaan. Als dat je doel is, is dat gewoon je doel. En dit had gewoon zo moeten gebeuren. Want precies hoe Mike zei, hij is al 8 jaar bezig om mij naar deze divisie te krijgen. En we waren eigenlijk al voor bezig omdat ik tegen Fakitov toe moest vechten. En dat ging niet door. Dus ik was eigenlijk een beetje aan het afvallen. Ja, en opeens toen ik vocht tegen Plasibat, ja, het was 25 kilo te zwaar of zo. Ik was aan de winnende hand en dan 1 kleine fout. Ja, en het is toch 30 kilo zwaarder even op je af. En ik denk dat in de 95 dat je die klappen iets meer kan handelen. En ik denk dat ik gewoon hier thuis hoor. Ik voel het nu ook. Ik ben echt explosiever, ik ben fitter. Het is gewoon net alsof je in principe een vest van 15 kilo minder draagt. Ja. Maar ik heb nog wel net gezien bij de training dat de power er nog wel in zit. Dus eigenlijk heb je dan je cardio wat naar beneden, je gewicht naar beneden, maar de kracht zit er nog wel in. Ja, de kracht zit er wel nog in, natuurlijk. Je mist wel, want je stoten gooi je lichaam erbij, dus je mist wel wat kilo's. Maar dat zal geen verschil maken. Die snelheid is kracht, zeggen ze. Dus als de snelheid goed is, dan komt de power er zelf bij. In deze partij, ik wil niet per se een vervangende partij noemen, maar eigenlijk vervang is eigenlijk Luis Tavares. En op dit moment, hij zou eigenlijk ook tegen hem vechten, toch? Voor dezezelfde titel. Ja. Klopt toch? Ja, dat klopt. Zou dat eigenlijk in Duitsland gebeuren? Zou het daarvoor al? Ja, want hoe voelt het dan? Want heb je dan het gevoel dat je hem echt vervangt? Of denk je echt van, hey, ze hebben me echt goed tegenover elkaar gezet voor deze partij? Nee, weet je wat het is? Los daarvan, ik vind het klote van Tavares. Ik hoop dat dit geeft je gewoon niemand. Dus ik hoop gewoon dat hij snel terugkomt. Want ik heb natuurlijk ook een appeltje met hem te schillen. Dus ik hoop gewoon dat hij weer zijn trainer binnenkort oppakt. En dat hij weer kan vechten. En voor Moslobus en mij, ja, ik vind gewoon dat het een mooie pot neer is gezet. En hoe ik het zei, ook net bij de AD, ja. Ik sta altijd klaar voor Gloria. Elk moment, elke tijd die ze me bellen en zeggen, ja, Tarik, we hebben vervan nodig. Ik heb nooit nee gezegd. Ik sta er altijd voor ze. En ik heb alle partijen altijd aangenomen. Dus ik denk dat dit ook gewoon een verdiende partij voor mij is. Ja, ben ik ook wel mee eens. Je komt natuurlijk van heavyweight. Je bent teruggegaan naar light heavyweight. Is er nog wel de ambitie om later terug te gaan naar zwaargewicht? Ja, 100%. Het is, ik woon nu volledig gefocust op de licht zwaargewicht. En daar de titel pakken en kampioen blijven. En dan gaan we het even op een andere manier oppakken. Want normaal kwam ik, ja, gewoon lekker eten wat je wil eten. En zwaargewicht worden. En nu gaan we echt met de juiste begeleiding gaan we echt spiermassa opbouwen als we naar de zwaargewicht gaan. En dan komen we als een blok spier naar boven. Zo. Ja, dat is wel een mooie ambitie inderdaad. Nou, in het zwaargewicht is ook heel veel bewegingen, heel veel gebeuren natuurlijk. Onlangs was er iets over Jamal tegen Plasibat. Ze waren eigenlijk niet tegen elkaar vechten.
En toen heeft een Glory-baas gezegd van, hey, als jullie tegen elkaar willen vechten, krijgen jullie eigenlijk geen partij, totdat jullie tegen elkaar vechten. Wat vind je eigenlijk van die hele situatie? Eerlijk gezegd, ja, ik vind dat je eigenlijk geen partij moet trekken. Klaar, weet toch, het boeit niet. Of je nou, stel voor, we zijn nu hier in de gym en je hebt bijvoorbeeld 20 A-klassers of zo. En ze 10 van de A-klassen zitten allebei bij Glory, allemaal bij Glory. Dan kan je niet tegen iedereen zeggen, ja, ik ga niet tegen mijn teamgenoot vechten. Het is en blijft je brood, snap je? Als je toch elkaar gematcht wordt, we zijn even goede vrienden. Maar in de ring gaan we elkaar gewoon doodmaken, dan knuffelen we elkaar. Dus ik vind gewoon, ja, je moet gewoon vechten, klaar. Kijk, ik begrijp wel dat ze allebei voor de titel willen. Kijk, ze willen allebei voor de titel. Maar je kan niet allebei tegelijk de vriend houden. Oké, is goed. Vecht dan tegen elkaar. En de winnaar, denk ik, ja, mag die voor de titel. Of tegen Badr of Alistair. Ik zou het niet weten. Nee. Ja, dat is inderdaad wel begrijpelijk. Ja. Als je nu kijkt naar jouw tegenstander. 8 oktober sta je er. Volgens mij sta je ook best wel hoog in de kaart, zeg maar. Dus veel mensen die verheugen zich op de partij. Hoe ziet die partij een beetje aflopen? Winnen natuurlijk. Ja, winnen natuurlijk. Daar ga ik voor. Ik ga het nooit verminderen. Dat is, elke partij voor mij is een titelpartij, heb ik altijd gezegd. Nu is het echt toevallig echt titelpartij. Dus elke partij voor mij titelpartij. Ik ga zo voor. Ik denk dat de jongen niet met mijn tempo mee kan gaan. Het is gewoon, ik ben veel lichter, ik ben veel sterker, veel explosiever. Ik kom van zwaar gewicht naar het licht zwaar gewicht. Dus ik ben heel wat gewend. Dus ik denk dat ik heel veel voordeel eruit haal. En het is een hele technische jongen, dus niet onderschatten. En ik denk dat hij zo'n technische jongen is, dat een hele mooie pot zou worden. Vooral voor het publiek. Ik denk dat het publiek uiteindelijk de winnaar is. Ja, zeker. Dat is meestal zo met een partij van jou. Ze zijn eigenlijk nooit saai. Dus wat dat betreft ben ik wel een fan favoriet, merk ik trouwens vaak zelf. Hoeveel moest je afvallen voor deze partij? Want je komt van een zwaar gewicht. Dus net wat je net zei, even eten, vakantietje gepakt, kom je terug. Hoe ver ben je en hoeveel heb je af moeten vallen? Nou, ik was nog op vakantie. Ik was nog niet klaar met vakantie. Tot meneer Big Boss Mike me belde. Hij zegt, ja, je hebt een partij. Maar toen was het nog niet voor de titel. Dat was meer 95. Dus ik moest in totaal 20 kilo afvallen. Dus ik heb wel... En hoe snel? Nou, ik ben nu denk ik 7 weken bezig. Ik ben nu 15 kilo kwijt. Of 14 kilo kwijt. Ik moet er nog 5 ongeveer. 14, 5 of 6. Dus ik ben inmiddels in 7 weken 15 kilo ongeveer kwijt. Als je die training van Michael zo doorzet, dan red je het wel, denk ik. Ja, nee, dat red ik wel. Dat is het probleem niet. Ik probeer nu ook, weet toch, ik ben niet meer echt streng voor mezelf qua dieet. Want die laatste kilo's die gaan wel heel snel eraf. Dus dat maakt niet uit. Dus ik ben nu juist even lekker goed aan het eten, wel gezond aan het eten. Wel op mijn koolhydraten letten. Dus niet onzin dinner dat je opeens weer aankomt. Maar ik heb deze energie en voeding nodig om te kunnen presteren. Zoals vandaag bijvoorbeeld, je hebt gezien qua training. Ja. Je hebt even energie nodig om dit te kunnen doen. En dan na de laatste week gaan we... Dan doe je eigenlijk niks meer. Doe je alleen maar puntjes op de i zetten. Dan kun je verminderen met voeding en op gewicht komen. En ik ben een professioneel natuurlijk, dus op gewicht zal ik er zeker zijn. Laatste vraag over het evenement. Hoofdpartij, Badr, Overeem. Wat is jouw voorspelling? Ja, het is moeilijk. Ik gun het Badr uit mijn hart. En ik hoop dat Badr ergens zijn ritme weer kan terugpakken. En dat hij gewoon even weer kan knallen. Maar hoe ik het zei, Alistair Overeem, ja, die man heeft heel veel ervaring. En ik denk dat Alistair gewoon net de ritme tekort komt. En Badr heeft nu al een paar partijen gevochten voor Glory. Dus ik denk sowieso dat Badr in zijn voordeel staat. Alleen ja, het kan voor een verrassing zorgen. In ieder geval, het is een partij waar ik zelf naar uitkijk. Dus ik hoop dat ik het een beetje mee kan krijgen. Ik hoop het ook voor je, man. Succes, nog de laatste loodjes en spreek je snel weer. Top, dankjewel.